Goedemiddag, beste carnavalisten. Inderdaad, vandaag had normaal de carnavalstoet moeten doorgaan. Andries van het carnavalcomité had ons gevraagd om een filmpje te maken, maar wij mogen niks zeggen over carnaval. Totaal niks. Radio 69 kon het helaas niet laten. Wij konden het echt niet laten om toch een klein filmpje te maken. En de locatie in Castel, u ziet het, de Castelse Serres, beroemd van tomaten en sla, het prachtige landschap, vonden we het nodig om een klein filmpje te maken om jullie toch te verblijden. We hebben ook een schijf uitgebracht, een nieuwe plaat op het label Tirolit. En het nummer noemt COVID-fit met Tirolit. De schijf van de week en die staat momenteel op nummer 1. Armando, hebben jullie de vos al gezien? We hebben nog geen vos gezien. Nog geen vos vandaag? Van jaar geen carnaval, maar het is een vossenjacht op Castel. Het is hier zo stil op Castel. Kun je een beetje afstand nemen, Armando? Want afstand? Het is heel, heel delicaat dit jaar. 1,5 meter afstand, alsjeblieft. Jij kom ook. We gaan op maar. Jacht. We gaan op jacht, kom maar. Ja. Zal ik achterin? Kijk, is dat niet de kerktoren van Castel? Kijk nu wat er hier loopt. De vos loopt gewoon met ons mee. Kom aan, Lucje. Kom aan, Luc de Vos. Daar heb je de vos. Oh, kijk, een vijver. Oeh, oh, mooi. Ja. Natuur, prachtig. Wat is het hier mooi op Castel? Zou dat op Moerzeke ook zo zijn? Is het mooier of muziekje? Wat hoor ik door het struikgewas? Wat hoor ik door het struikgewas? Ik hoor niks, Herman. Kor, kor, kor. Zou het niet het vogeltje zijn in je broek? Nee, het is de vos. De vos? Luc de Vos? Ja, nee, de vos. Van welke vos? Van Castel? Ja. Kor, 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 kor. Oké. Okay. Jagers, volg ons. Ja, we zijn voor de vossen. Prins, kom. Kor, kor. Mooi, je gaat te snel. Oh, kijk, een boom. Krakker. Die mensen volgen ons, hè, Herman. Ik heb er net een plaatje gevonden onderweg. Weet je wat erop staat? Wow. Radio 69. Bestaan die nog? Tuurlijk bestaan die nog. Absoluut. Zijn die niet bezig met het nieuwe vaccin? Ja. Jos is ermee bezig. Jos. Jos is het testkonijn. Normaal ging Jos erbij zijn, maar moest vandaag kaarten met... Sonja en Boelie. En Boelie. Wie dat Boelie is, dat weten we niet. Dus, Jos is er niet bij. Jos is bezig aan het vaccin. Ja. Ja. Dus of dat het in orde komt tegen carnaval, ik denk het niet. Zou het carnaval zijn? Dat weet ik niet. Ha, in ons hart blijft carnaval bestaan. En in donker doen we nog wat we willen. Oh la la. Dat is aan het grozen, dat is aan het grozen. De paardjes hebben nog een Hermo. Ja. Laat maar grazen. Het is toch geen carnaval. Straks mogen de paardjes terug op het veld. En wij, wat gaan wij doen? Even uitrusten. En in quarantaine zitten. En nergens is er een viroloog te bespeuren. Natuurlijk niet, de Jos is aan het kaarten. Hey!
Hier zijn ze. En wij gaan alvast op vossenjacht. Ja. Kom, vosje, prinsje. Rokkoe! Oké. Pardon. En we gaan in formatie draaien. We buigen naar de publiek. Naar de publiek buigen. Een buiging maken naar de publiektribune. Een buiging. Andere kant. Een buiging. Ja, goed zo. Flink. Herman, wat ben je aan het doen? Aan het kijken. Wat mijn paard dat doet. Het paard. Het heeft paard. Honger. Het paard, het is het paard van Jos. Ja. Maar Jos kost er niet bij zijn, want Jos is aan het vaccin bezig. Ja, is het welgespraakte vaccin van Radio 69. 69 is dan een speciaal vaccin bezig. Hoe noemt het vaccin van Puurs? Van dat vaccin, hoe noemt het? Jovax vaccin. Ja, ik kon het niet uitspreken, Herman. Je legt de woorden in de mond. Jovax is de naam van het vaccin. Daar moet je filmen, niet naar mij. Hoe noemt het vaccin? Jovax, het vaccin van Radio 69, wordt u weldra toegediend. Joekoe! Voor hoeveel? Voor de prijs? Voor de prijs van 6,9 euro. Inderdaad, een prikje. En nu gaan we galop draven. We gaan een beetje galop draven. U volgt maar. Hup. We gaan in de ronde draaien, in de cirkel, ja. Wacht eens. Hey, 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 snuit aan snuit, aan elkaar in de cirkel staan, snuit aan snuit. Ja, dames en heren, u ziet het goed. Allemaal goede vrienden van elkaar. Aan snuit. Voilà. Opgelet voor die Marie. Opgelet voor die Marie. Allemaal terug naar de vrachtwagen nu. Hopla. In de vijver dan? Nee. We kunnen nog in de vijver dan. Ik ga ik niet in die vijver. Nee. Niks in de vijver. Niks. Allee, kom maar. We zijn weer weg, zeg. Maar... Oh,